Het anti-kraakpand aan de Zutphenseweg is door de gemeente verkocht. Dit gebouw werd de laatste 20 jaar anti-kraak verhuurd aan twee verenigingen. Een requisitenbouwgroep voor de Deventer Jeugdmusical en een decor- en requisitenbouwgroep. Het pand is al sinds eind 2014 in slechte staat en was amper te gebruiken door renovatie die er plaatsvond. Maar nu het verkocht is, zitten de verenigingen in acute nood. Beide verenigingen zullen voor 11 december hun biezen moeten pakken en zijn inmiddels op zoek naar een nieuwe opslagplaats.